Kijk eens naar boos. Prins de film, no. De film is gebaseerd op gesprekken, veel met jongens. Dus zo is deze locatie wel heel erg geïntegreerd in het verhaal. En is de locatie bijna ook een soort personage. Het is gewoon een plein rond Amsterdam. Amsterdam, Noord, maar je hoort nooit dat het Noord is. De buurt is wel afgesloten allemaal. Toch? Het is best wel een beetje benauwd. Het is heel warm in de film ook. En ik denk dat het wel belangrijk is dat je voelt dat er niet heel veel uitwegen zijn vanuit die buurt. En dat daarom iets als macht belangrijk wordt. Ja, die buurt brengt heel veel mee. Ook alleen al die teksten van die krijtteksten op de muren. En ja, krijg je een beetje een onheimisch gevoel van ook. Over het algemeen viel het heel erg mee. We hebben het best wel leeg kunnen houden in de film. Alleen net zagen we in de achtergrond wat mensen, maar je hoort ze wel dus. En je hoort sowieso wel veel, bijna koortsachtig, die vogels altijd en kinderstemmen. Maar je ziet het nooit. Wat bijdraagt aan die beetje surreële wereld waar de film zich in afspeelt. Ja, dit is sowieso ook de buurt van Oussama. Peter kent Anton ook weer, die Mark speelt. Omdat dat gewoon een man is uit de buurt waar Peter ook veel rondhangt. En zo kent iedereen elkaar weer. Jongens, heel eventjes. We hebben ervoor gekozen om de film leeg te houden van figuratie. En dat is op dit moment best wel lastig. Hé! Hey! Hou vast, kort. Jongen! Blijf hier, naar rechts! Ja, dat kan wel een paar mensen af en toe kijken, toch? Doe, luisteren! Ja, die waren wel lastig, vaak. Nou, toen het aan het eind was, het wel even pittig. Een eind, ja, maar 2 dagen zo. Alright, we gaan hem doen. Hou heel even stil, weer de bal stil voor 2 minuutjes. Dan zou je ons echt helpen. Ja, ik denk dat het lijkt wel handig om hier te gaan draaien. Ja, hij zat ook even te twijfelen hoor toen. Ja. Wat een taaie dag, niet zo. Ondanks alle onrust, laten we proberen even erbij te blijven allemaal. We hebben daar ook snoep staan. Mogen jullie dat ook pakken? Ja? Oké. Okay. Ik vond het achteraf wel meevallen. Ik vond het vooral wel leuk. En nu is het wel weer goed. Ja. Ik begrijp. We zijn toch met snoep het plein stil.